Hoi, mijn naam is Stan en ik kom met nog een nieuwe serie op dit kanaal. Jezus Stan, jongen. Alweer? Ja, alweer. Ik hou een beetje van variatie en niet steeds één ding blijven doen. In deze serie ga ik mijn mening geven over bekende Nederlanders en YouTubers. Deze serie heet ook wel De Mening van Stan. Wil jij dat ik mijn mening geef over een bekende Nederlander of YouTuber? Laat die onder dan weten in de reacties. En wie weet komt jouw inzending naar in de volgende video. Maar over wie ga ik het hebben? Dat is even spannend, hè? Calvin Wooma, a.k.a. Calvin. Dit zijn de punten waarover ik mijn mening ga geven, trouwens. 1. De persoon zelf. 2. De video's die ze maken op hun kanaal. En 3. De merchandise. Maar Stan, je praat te veel, laten we nou gewoon snel gaan beginnen. Ik vind Calvin echt een goede YouTuber. Maar ook als persoon is hij super tof. Hij is niet voor alles show op social media met wat hij heeft qua bezittingen. Hij doet gewoon zijn ding, maar hij is ook heel erg zelfstandig. Hij is ook eigen baas en laat zich door niemand vertellen wat hij moet doen. Dus hoe is Calvin als persoon? Een dikke duim. Verder naar de video's die hij maakt. Ik vind Calvin echt heel creatief. Elke keer weer een nieuwe video van hem. Dat is ook een kunst hoor, elke keer nieuwe dingen bedenken. En dan steeds met die paprika's, die blijven er steeds wel in zitten. Zijn video's vervelen nooit. Ik kijk er altijd met plezier naar. Dus een 500.000 abonnees heeft hij wel zeker verdiend. En tot slot zijn merchandise. Ik vind zijn merchandise ook echt heel grappig. Die paprika's zijn overal bij hem. Ook op zijn merch. Hij heeft ook veel dingen in zijn webshop, dus dat vind ik ook heel goed van hem. Dus, tot zover Calvin Wooma. Vond je het een hele leuke video, dus zeker die blauwe like omhoog. Moet ik dit vaker doen? Laat het dan zeker achter in de reacties. En volg mij op mijn persoonlijke Insta, Stan_Danijs. En natuurlijk de Tilburgse mannen op alle social media. En zeg ik, op zijn Brabants, houdoe.